Verhoef, wat verwacht je voor morgen? Nou, in grote lijnen kan het ongeveer hetzelfde worden als vandaag. Misschien iets meer. Maar het is nog wel allemaal een beetje onzeker. En het heeft vooral ook te maken met hoe laat komt het geheel op gang. Ja. En ook een klein beetje waar. Het lijkt erop dat vooral het Zuidoosten, net als vandaag, weer het meest gevoelig daarvoor is. Maar goed, we zitten nog een dag van het evenement af. En als het 40 kilometer naar het zuiden opschuift, dan zit het voornamelijk in de Ardennen. Daar hebben wij niet zoveel last meer van. En vooral als het ook nog net even ietsjes eerder zou komen, ja, dan is het bij ons nog niet op gang gekomen. En dan moet je dus vooral richting Duitsland kijken waar dit systeem naartoe trekt. En ja, daar komt het dan later in de middag. Heeft het langer de tijd om op te warmen. En die warmte heb je nodig als energiebron. Mm-hmm. Voor dit soort meest heftige verschijnsel in de vorm van grote hagel en ook die zware tot zeer zware windstoten. Maar als je